Eind oktober, begin november gebeurde diverse malen dat er geen treinen reden tussen Utrecht en Arnhem. Dit omdat er geen verkeersleiders beschikbaar waren. Dat zorgde ervoor dat als je met de trein van en naar Ede wilde reizen, dit niet mogelijk was. Jan-Willem Nuis van het CDA in Ede wilde weten of het college van burgemeester en wethouders hieraan iets kon doen en stelde vragen. Wij hebben mondelinge raadsvragen gesteld aan het college over het feit dat er heel veel treinen uitvallen betreft Utrecht-Arnhem. En dat is natuurlijk best wel een, een rare vraag misschien om aan het college te stellen. Want ja, het college is natuurlijk niet de baas van ProRail. Maar we merken wel dat er veel klachten zijn. En dat we ons zorgen maken dat studenten, forensen en reizigers eigenlijk niet op hun bestemming kunnen komen. Dus daarom zijn we tegen het college: oh, wat weten jullie ervan en wat doen jullie er eigenlijk aan? Maar waarom is het dan zo belangrijk dat u daar aandacht voor vraagt? Nou, kijk, openbaar vervoer is een van de speerpunten ook in het mobiliteitsbeleid van, uh, van Ede. En Station Ede-Wageningen heeft ook een belangrijke toegangsfunctie naar de regio, regio Food Valley. En daarom vinden we het belangrijk dat, dat, ja, dat die, die treinen wel blijven rijden. Want anders heeft zowel Wageningen als Ede als de rest van de Food Valley heeft daar gewoon last van. En daar haal mee, daarmee haal je ook je mobiliteitsdoelstellingen niet. Maar die uitval werd veroorzaakt mede door werkzaamheden, maar ook door tekort- aan verkeersleiders. Ja, dat is toch iets voor ProRail? Jazeker, dat is ook absoluut wat voor ProRail. En we hebben ook niet aan het college gevraagd om direct dat probleem op te lossen bij ProRail. Daar zijn andere... Uh, instanties voor om dat te doen. Uh, wat wij wel aan het college hebben gevraagd, joh, ga je ook in het verband naar ProRail toe en laat als Voetvelli zien dat dit echt een probleem is wat opgelost moet worden. En twee, ga ook naar Den Haag toe uh, naar de ministeries om daar ook op de trommel te slaan dat dit moet gebeuren. En daarnaast is inmiddels ook een motie aangenomen van, uh, van het landelijke CDA, uh, waarin ook echt gevraagd wordt om hier onderzoek na te doen. Wat zijn nou precies de personele problemen bij ProRail en hoe kunnen we dat oplossen? Um, wat was de reactie van het college? Uh, de, het college was uh, positief over de vragen uiteraard. Uh, zij hebben ook echt wel even uh, uh, onderzoek gedaan. Ze hebben contact gehad met de verantwoordelijke portefeuillehouder. En wat we hebben afgesproken is dat zij uh, de situatie blijven monitoren. Samen met de regio Food Valley. En dat we rond het eind van het jaar weer eens even de balans opmaken. Of als het, echt, uh, he, als het echt uit de, uit de pan uh, giet, dan gaan we wat sneller opschakelen. We blijven het monitoren. En uh, zij gaan ons uh, op de hoogte houden als daar uh, wijzigingen in zijn. Um, nu is er komende periode, tot en met 28 november, is er uh, geen treinverkeer vanwege werkzaamheden. Dat is ook vervelend. Ja, dat is zeker vervelend. Um, en uh, dat is ook iets wat aangekondigd is, wat, waarvan we weten dat komt er. Daar wordt ook alternatief vervoer geregeld. Waar wij het hier specifiek over hebben is de treinuitval door personeelsgebrek bij de, de verkeersleiders. Waar vaak ook helemaal geen alternatief uh, vervoer voor geregeld was. Geen bussen waardoor mensen hier gewoon niet verder kunnen. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. U houdt de vinger aan de pols? Wij houden de vinger aan de pols, zeker.